Tempo Team Employability staat voor het behoud en het vergroten van de arbeidsflexibiliteit van zowel werkgever als werknemer. Wij richten ons op de doorstroom en uitstroom van medewerkers met als doel duurzame herplaatsingen te realiseren. Ik ben Jeroen Riemeijer, manager van het mobiliteitscentrum van Shell in Den Haag. Mijn team begeleidt mensen die in overtolligheidsfase verkeren. Samenwerking houdt in dat wij een contract zijn aangegaan met Tempo Team Employability, gericht op het informeren van mensen die in die overtolligheidsfase terecht zouden komen. Het waren er minimaal 700. Belangrijk hebben we daar gevonden om daar workshops voor in te richten. We hebben er 9 bedacht met elkaar. Wij zijn een samenwerking aangegaan met Tempo Team Employability, gericht op het informeren van mensen die vanwege die overtolligheid moesten vertrekken. Een Tempo Team heeft ons daarin geassisteerd door middel van workshops die we samen hebben bedacht, ingericht en uitgevoerd. Zodoende hebben we 9 verschillende workshops gerund en ten behoeve van ongeveer iets van 700-800 mensen die moesten vertrekken. Na de workshops is Tempo Team betrokken geweest bij de individuele outplacementbegeleiding. Daar hebben we gebruik gemaakt van het standaard proces van Tempo Team. Het bijzondere in de samenwerking is daar geweest dat Tempo Team en Shell goed heeft samengewerkt als het ging over de informatieuitwisseling, zodanig dat zij en wij de mensen op een goede manier konden begeleiden. Als er voor medewerkers geen plaats meer is binnen de organisatie, zorgt Tempo Team Employability voor een optimale ondersteuning bij reïntegratie en outplacement trajecten. Ook bouwen we mee aan de lange termijn strategie van een organisatie door middel van talentmanagement en competentiemanagement. En adviseren we bij het bepalen van een strategische personeelsplanning. Ik ben Peter Safri, ik ben operationeel manager bij Motip. Ik ben verantwoordelijk voor de operatie binnen Motip, dat is het magazijn en de productie. Eind 2008 hadden wij behoefte aan expertise voor de moeilijke dossiers. En zo zijn we in contact gekomen met een consultant van Tempo Team Employability. Onze organisatie wil voorbereid zijn op de toekomst. Daarom hebben we in samenspraak met de HR-consultant van Tempo Team een strategie opgesteld voor de organisatie. Een onderdeel van dit plan is dat alle functieprofielen herschreven zijn naar competentieprofielen. Daarna zijn allerlei leidinggevenden getest op hun competenties. Vervolgens hebben wij onder andere een opleidingsplan voor hen opgesteld en uitgevoerd. We zijn op de goede weg. De uitdaging is om ons HR-beleid verder te professionaliseren. Mijn naam is Mohamed Baba. Ik ben partner bij Maxit, adviseurs voor intercultureel management en een van de eindverantwoordelijken van het bureau. Wij houden ons als organisatie bezig met het onderwerp culturele diversiteit en adviseren eigenlijk op 2 thema's, op het thema burgerschap en verandering. Samen met Tempo Team Employability hebben we een gezamenlijk product ontwikkeld, Diversity Insights, waarbij we de kracht en de kunde van beide organisaties hebben gecombineerd. Onze expertise op het gebied van diversiteit en diversiteitsvraagstukken en hun kennis als het gaat om instroombehoud en doorstroom van medewerkers. Het doel van Tempo Team Employability is de doorstroom en uitstroom van medewerkers begeleiden om vervolgens duurzame herplaatsingen te realiseren. Daarnaast werken wij met onze dienstverlening aan een optimale klantrelatie waarvan wij in de toekomst samen de vruchten plukken.